Dag Monique, dag Wilco, Eurotransportcollege. Monique, wat is het Eurotransportcollege? Het Eurotransportcollege verzorgt rijbewijzen en verzorgt opleidingen en trainingen voor de transport en logistiek op horizontaal en verticaal transport. Wat betekent dat? Horizontaal transport is wegtransport, verticaal transport is bijvoorbeeld heftruck, reachtruck, opleidingen, dat kunnen wij allemaal verzorgen. Dus eigenlijk een compleet pakket voor de sector transport en logistiek. Als je naar de klanten kijkt, wat voor een type klanten komen er zoal bij het ETC? Bij ETC is iedereen welkom. De individuele chauffeur, maar ook het kleinbedrijf, maar ook grote bedrijven. Die verschillende type bedrijven, doe je daar ook hele aparte opleidingen voor of is voor iedereen hetzelfde pakket? Nou, voor die grotere bedrijven kan de locatie wel eens verschillen. Grotere transportbedrijven vinden het ook fijn als wij bij hun op locatie opleidingen verzorgen, dat kan. Maar het kan ook bij onze locatie, want we hebben een unieke locatie daarvoor. We hebben twee mooie opleidingsruimtes die wij gebruiken voor het opleiden van chauffeurs, voor een rijbewijs en voor de nascholingen. Wilco, zijn er ook nog specifieke zaken die in die opleidingen aan de orde komen? Ga je naar opleiding bij de klant, zie je heel vaak bijvoorbeeld autolaadkraantrainingen. Daar hebben ze het materiaal, we gaan trainen met hun materiaal. Nou, dat is vrij specifiek voor het bedrijf en voor de chauffeurs. Daarnaast verzorgen wij ook chauffeursdagen. Dat is voor ons een uniek product, omdat wij de chauffeursdagen zo kunnen indelen naar behoefte en wens van de klant. Dus als een klant bijvoorbeeld graag een stukje heftruck wil of een stukje EHBO in een chauffeursdag, dat kunnen wij verzorgen. Een heel breed scala aan producten kunnen daarvoor gebruikt worden. Chauffeursdagen zijn 4 opleidingsmomenten voor een chauffeur. Dus het zijn 7 uren dat hij scholing krijgt voor zijn nascholing. Maar tevens wordt er dan in korte partjes specifiek naar de wensen van de klant getraind.